zijn vandaag in Brussel, waar we nog één keer aandacht vragen voor de positie van de melkveehouders in Europa. We vragen van de ministers om de productie aan te passen aan de vraag in de markt en niet een soort planmatige economie te maken die alleen maar gericht is op verruiming, zelfs als de markt dat niet toelaat. Het plan was om hier vandaag een aantal koeien aan te bieden aan de Europese landbouwministers, omdat wij ze voor deze prijs niet meer kunnen melken. Dat gaan we niet doen, want dat had toch heel veel voeten in de aarde. Dus we zijn hier nu puur en alleen om aandacht te vragen voor onze zaak. En we zijn daarin niet alleen, want ook de Letse boeren die zijn hier, die hebben er 2 dagen voor gereisd. En iedereen is ervan overtuigd dat we een ander en beter systeem moeten hebben. En dat het flexibiliseren van het systeem eigenlijk de enige manier is om een gezonde sector in Europa te houden voor 2015.